En mensen, Mark hier, leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe video. We nemen dit gelijk op na Ajax AZ en eigenlijk wil ik een grap maken. Maar ik heb geleerd met Nederlands voetbal dat je dat beter niet kunt doen, want je kunt nooit iedereen tevreden houden. Dus welkom en duimpje omhoog, deze video zou enorm gewaardeerd worden. Het duurt allemaal wat langer dan normaal met Wicked League video's, want het duurt wat langer dan normaal voordat de servers op FIFA werken. Het is natuurlijk dit weekend een beetje een lastige situatie geweest. Ik had trouwens comments gelezen dat ik wat langzamer moet praten, dus ik zal het proberen. Ik ben gewend snel te praten, dus dit is even forceren. Maar de servers waren een beetje een probleem dit weekend. En als je dat niet hebt meegekregen, dan zal ik je lang verhaal kort een beetje tijd besparen. Donderdag waren er problemen, konden mensen niet op de servers. Dat was een probleem, maar oké, weet je wat, het zal wel. Donderdag is een dag dat je geen Weekend League speelt en dus zullen mensen er minder moeilijk om doen. Vrijdag lagen de servers plat, voor een goed deel van de tijd. Nou, dat is irritant, maar in EA's geval is dat niet altijd een reden om de Weekend League te verlengen met 24 uur. Zaterdag, wederom, de servers plat. En ook de matchmaking tijdje plat. Nou waren er geruchten dat Lizard Squad erachter zou zitten, als je niet weet wat die squad is. Dat was in 2014, geloof ik, vooral een team van hackers die allerlei dingen platlegden. Zoals, ik geloof, PlayStation Network toen de tijd. Ook wat grote dingen. De gasten erachter zijn opgepakt. Nu claimt een Twitter-account dat zij het doen. Daar geloof ik zelf niet in. Maar er waren wel serverproblemen. En de Wicked League is met 24 uur verlengd. Nou, ik had 4 potten gedaan op vrijdag. Had er meer kunnen doen toen. In die avond werkte de servers. Alleen, ik had toen geen zin. Zaterdag was ik niet heel erg thuis. Speelde ik 2 potten. Daar bleef het bij, want de servers hadden eerst niet gewerkt. Het was tegen 12 en na 2 potten dacht ik, nou, hier heb ik eigenlijk niet heel erg zin in. Ik had eigenlijk wel zin om een draft te doen, maar dat had ik al gedaan met een vriend van me eerder die dag. Dus had ik niet echt zin om nog meer drafts te doen. Dus ik zie van, weet je wat, we spelen wel een beetje op zondag. En gelukkig heb ik nu dus maandag nog, kan ik nog wat potten doen. We moeten natuurlijk dit nieuwe team, of het nieuwste team tot nu toe. En ik twijfel constant om een paar dingen. Allereerst, ik heb natuurlijk het merendeel van mijn team, zoals je het zag in het begin, is untradable. Op Vieira na, die heeft mij 2.145.000 coins gekost. En om jou zelf het zoekwerk te besparen, kan ik je nu al vertellen dat ik daar erg veel coins op verloren ben. Wat je natuurlijk weet van tevoren, want als je icons koopt, dan weet je gewoon hoe laat het is. Ik bedoel, hij is dik onder de 2 mil. Grapje, dat weet ik niet. Ik kan namelijk niet op de servers om te kijken nu. Dus oprecht, ik zit nu in FUT en ik kan het niet opzoeken terwijl ik deze video inspreek. Dus dat is een beetje een situatie die we hebben. Wat betreft Acuña, een speler die je nu niet meer kan halen, maar voor degene die hem hebben, die zich afvragen, is die basiswaardig, ja of nee? Hij doet het goed, voor mij tot nu toe. Ik speel hem op verschillende plekken. Ik had natuurlijk vorige video uitgelegd dat ik in draft verschillende spelers gebruik. Sommige spelen wel fijn. Allerlei formaties had geprobeerd. En sommige werken wel en sommige niet. Ik gebruik hem onder andere als linker CDM in een 4-2-3-1. Ik gebruik hem als linker CM in een 4-4-2. Ik laat hem niet achterblijven, in beide formaties niet. En hij doet het tot nu toe vrij aardig. Hij heeft aardig wat contributies. Ik geloof in 10 wedstrijden heeft hij sowieso 5 contributies. Wat voor semi ik wil niet zeggen verdedigend speler, meer een box-to-box speler, doet hij best goed. Hij heeft inderdaad 5 contributies, dat is prima, toch? Dat is goed genoeg gezien het feit dat ik heel veel aanvallende spelers heb, zoals De Bruyne, Sané, Eusebio en Hazard. Is het goed dat ik gewoon iemand heb die meedoet? Vieira scoort en assisteert amper, maar dat is natuurlijk ook niet wat ik van hem verwacht en niet waar ik hem voor gehaald heb. Maar ik twijfel af en toe of ik hem zal verkopen. En dat, de reden daarvoor is vooral dat er zijn zoveel kaarten die gewoon leuk zijn om te testen nu. Er is vandaag, voor mij vandaag uiteraard, ik kan oprecht niks op FUT nu. Ik denk dat de servers plat liggen en ik gewoon nog in FUT zit, om die reden. Er is een SBC Rooney gekomen. Een flashback Rooney naar zijn 2009-2010 seizoen. Het is een uitstekende kaart. 4-star weak foot, 3-star skills. 81 stemmen, lijkt het probleem. Ik denk niet dat het zal zijn. Het is echt een enorm zieke kaart, wat zeer terecht is. Rooney in 2009-2010 en de jaren daarna was een monster. Het is zo'n kaart die ik wil doen. Alleen, hij is een aanvallende speler. En als ik hem in mijn team wil werken, dan moet ik dus eigenlijk De Bruyne of Hazard of Sané eruit halen. En dat is moeilijk te rechtvaardigen. Maar ik zat wel te denken, want als je nu al kijkt, dus nu al zonder dat het echt mijn bedoeling is. Je hebt gewoon veel objective dingen vooral en dingen zoals de mid-icon pack van iconswaps. Is een goed deel van mijn team al untradable. En ik zat te denken voor volgend jaar om gewoon überhaupt een first, alleen een first owner Road to Glory te doen. Wat op zich niet een heel bijzondere eis is aan een serie. Of wat dan ook. Maar het is gewoon meer dat je alleen maar spelers kan gebruiken die je packt. Of voor SBC's of objectives. Gewoon, ik weet niet of dat een ding is. Ik weet dat een Pentas dat deed in FIFA 19 geloof ik. En die had echt zieke packluck toen. En dat is niet echt per se iets wat ik heb. Op Eusebio natuurlijk. Nou, maar Eusebio is een SBC.
Weet je, in gemiddeld in normale packs, dus Weekend League Rewards, Rivals Rewards, gewoon SBC dingen over het algemeen, pack ik niet echt wat. Dus dat is een beetje de situatie waarmee we zitten. Hoe ik daar de bal eerst niet mee kreeg, ik vervolgens de verkeerde kant op paas, hij hem dan uiteindelijk meekrijgt, is me een beetje een raadsel. Maar ik weet niet wat ik dan gewoon moet, ik weet niet wat ik voor volgend jaar wil doen. En ik weet niet wat ik nu wil doen met mijn coins, want ik heb 250k ongeveer. Ik heb via radio kan verkopen, maar ik weet niet eens wat ik met de coins zou willen. Maar om een nieuwe, echt goede speler te halen, ja, dat duurt wel weer even een tijdje, weet je wel. Dus het is lastig voor mij, want ik wil elke keer week gewoon in principe een beetje het team vernieuwen, zodat ik nieuwe spelers kan proberen, jullie mening kan geven, maar vooral jullie tijdig aan kan geven, is een speler het waard om te doen of niet. Dat zou ik ook graag doen met Rooney, alleen ze hebben geen leenspeler SBC uitgebracht. Dus het is voor mij lastig om dat soort dingen te realiseren. Maar over naar de gameplay, dit is het zesde potje wat we gaan zien, geloof ik. We gaan op dit moment 5-0, dus dat doen we prima. Geeft de boy met Mount aan Kante. En hij is door op doel. En hij scoort dan ook gelijk. Ik had het een beetje moeilijk. Ik moet toch even dat de potten, de potten 7, 8, 9 en 10 waren op zondag gespeeld. Ook de zaterdag potten waren, was de gameplay niet heel goed. Maar dat kwam vooral door mij. Ik speelde niet heel goed. Ik speelde een beetje, niet zozeer nonchalant, maar gewoon niet oplettend genoeg. Weet je, ik dacht van, oh, dit komt wel goed. Wat eigenlijk wel gewoon een beetje nonchalant is. Dus onbedoeld was het dat misschien wel. Maar het is meer zoiets van, ik was gewoon niet heel goed. En dat merkte ik gewoon aan hoe ik aanviel. Verdedigend is het altijd slecht bij mij. Dus dat maakt niet zozeer uit per moment. Maar gewoon aanvallend merkte ik dat ik was heel erg one-dimensional. Het was gewoon basically route one. Alles naar Eusebio en dan kijken wat er gebeurt. En dat is ook de enige reden dat ik win. Het is gewoon Eusebio leidt of de aandacht of is juist degene die scoort. Alles gaat door hem indirect. We hebben hier met Vieira de bal en we krijgen hem bij Sané. En Sané is uitstekend. Het ding wat ik tot nu toe wel met hem heb. En het is een soort luxe probleem. Hij is bijna te snel. Ik heb heel vaak dat ik probeer, zeker met de 4-2-3-1 is dat heel makkelijk om te doen. En ook de 4-4-2 in een bepaalde mate. Als ik probeer de achterlijn te halen voor een cutback, weet je wel. Zodat iemand meestal staat en speelt dan vrij voor een leeg doel. Is hij soms haast te snel. En dan heb ik wel eens dat hij over de achterlijn rent. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Zijn keeper had hem mogelijk kunnen mappen en had hij hier gewoon ergens weg geweest. Maar we krijgen de kans om 3-1 scoren te doen. En dan ook een Sané hier dan door op doel. En wat een sterk pluspunt is met Sané, zeker ten opzichte van andere wingers, is hij is vrij sterk. En dat is echt niet iets wat je met veel spelers hebt. Maar wat ik met hem wel ervaar als een bonus. Je zag waarschijnlijk ook als het goed is al in een eerdere clip, dat hij gewoon daadwerkelijk een duel wint, waardoor hij door kan rennen op doel. En met wingers zoals Hazard en vele anderen heb je dat gewoon niet. Het is een nadeel wat Messi heeft in deze game. Ondanks zo fantastisch als hij is, hij is gewoon niet sterk. En Sané is dat wel. We komen 1-0 voor. We doen het hier niet goed. Hij krijgt de bal mee. Dit doet hij uitstekend. Dit ziet er gewoon heel fraai uit. En misschien dat ik hier iets adequater kunnen reageren. Alleen, hij scoort daar gewoon een prima 2-1. Dit is waar ik een probleem mee heb, though. Like, als afstandsschoten zo inconsistent en slecht zijn als dat ze dit jaar zijn, dan snap ik niet hoe in godsnaam 87 rated Crespo die bal daar kan maken. Dan krijg ik vervolgens nog de 3-2 mee. Zo'n betekenisloze goal die je altijd scoort in zo'n game waar je niks mee zit. Maar dan opeens op het laatste moment wil er toch wel iets werken. Het is vervelend, maar het maakt niet uit. Volgende pot gaan we dan in. En ik moet toegeven, ik zat gewoon een beetje met die vorige pot. Ik dacht, oh, ik heb het toen verneukt. En ik speel deze pot ook gewoon vrij ruk. Ik schiet hier tegen de keeper aan met Bruyne. En die eerste kans moet er al gewoon in zitten. Dat mag gewoon niet fout gaan. Staan we 1-1. Gelijk de aftrap daarna scoort hij de 2-1. Dan kan je zeggen dat komt niet door de aftrap. Maar dan maakt me niet uit wat je dan vindt. Vervolgens krijgen we de bal hier bij Hazard. Het is niet heel fraai wat hier nu gaat gebeuren. Eusebio hier. Sorry, dat is een andere goal waar ik het over heb. Laat maar. Dit is gewoon een prima uitgespeeld 2-2. Eusebio hier dan heeft de bal. Hij tackelt me. Ik krijg hem mee. Vervolgens met Hazard uit de draai schieten we de 3-2 binnen. Vaak genoeg is het zo dat zo'n schot op dat moment niet genoeg power heeft. En dan gaat hij hier niet in. Alleen ik had gewoon het mazzel dat ik daar net genoeg kracht had. Dan gaat die bal erin voor 3-2. Scoren we hier 4-2. Geef hem hier met Hazard op Eusebio. Net geen buitenspel. Geef hem door op Sané. Was niet nodig. Was zeker niet nodig. Ik wilde gewoon voor zekerheid gaan. Komt hij hierdoor vervolgens met Aguero. Prima spelertje. Heb ik hier de bal met Ferdinand. Dit was gewoon arrogantie. Gevoel had dat ik zoveel beter was dat ik het me wel kon voorloven om te draaien en rustig die bal te passen. Kon niet. Werd het 5-3. Krijgen we hier nog de bal met Ben Yedder. Hij loopt gewoon door waardoor ik een balrolletje kan doen, ruimte kan creëren. En dan gaat hij alsnog weg. Vind ik prima. Kan ik mee leven. Gaan we 8 omheen. Gaat prima. Laatste pot. Gaan we dan in. Komen tegen een zeer aardig team. Ik heb gewoon het gevoel dat dit zo iemand is waarvan je kan zien dat hij af en toe wel op de game inlogt. Wel redelijk actief is, maar niet actief genoeg. Weet je, hij unlockt leuke spelers hier en daar.
Maar zo'n 81 Militao, ja, daar kan je in principe gewoon heel makkelijk mee spelen. Nu, dit is die lelijke goal waar ik het over wilde hebben. Hoe ik de bal hier uiteindelijk een CBO krijg, is me een beetje een raadsel. Dan staan we 1-0 voor en dan is het prima, want dan kan je wat meer veroorloven. Dan krijg ik hem hier bij Vieira. We leggen aan voor de cutback en ik weet niet waarom een CBO niet schiet, want ik gaf daadwerkelijk de input daar. Dat is een natuurlijk instinct op dat moment. Maar goed, het blijft 1-0 en dan weet je dat er problemen zijn. Dan moet je gewoon zorgen dat je de volgende kans zelf scoort. Dat doen we dan ook. We staan 2-0 voor en dat is het einde. Ik hoop dat je hebt genoten. Als het is, doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik dank jullie wel. Ik waardeer het enorm en misschien zie ik jullie binnenkort weer. Joujou.